Hey, welkom in mijn cave. Leuk dat je er bent. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel, dit is Nosque Barbecue. En vandaag gaan we een heerlijke varkensfilet met mediterraanse kruiden en een honing, tijm, mosterd marinadetje maken. En dan doe ik nog wel lekkere aardappelpartjes met uitjes bij. Dus laten we gewoon lekker de hoek induiken en aan de slag gaan. Nou goed, varkensfilet. Dit gerecht heeft, ik zou bijna zeggen, sentimentele waarde. Maar zo erg is het ook weer niet. Maar een van de eerste gerechten, naast de pulled pork en de spareribs en dat soort dingen. Maar echt een van de eerste gerechten die ik gewoon een keer wat luxer heb gemaakt op de barbecue, was een varkensfilet. Ik werkte destijds nog bij de supermarkt. Dus ik kon een mooi dik stuk varkensfilet krijgen. En daar had ik dus inderdaad opgebonden met slagerstouw. En gewoon een mooie, lekkere, dikke varkensfiletsteak had ik ervan gemaakt. En die lekker op de barbecue. En dat was zo ontzettend lekker. En iedere keer denk ik van, oh, dat moet ik nog een keer maken. Maar ja, goed, het komt er maar niet van. En nu dacht ik laatst, we gaan er gewoon mee aan de slag. Dat gaan we gewoon doen. Dus dan kan ik dat net zo goed gelijk weer verdelen. Doe er gelijk ook wat aardappeltjes bij. Gewoon mooie, verse aardappelpartjes. Lekker uitjes erbij. En de Mediterraanse rub. En dan gaan we ook die varkensfilet helemaal in orde maken. Dus laten we gewoon aan de slag gaan en even laten zien wat je nodig hebt. Nou goed, een varkensfilet is natuurlijk uiteraard wel heel erg handig. Ik heb van BB Quality iets over de 500 gram. Ik ga deze dadelijk doormidden snijden. En dan ga ik hem met een slagerstouw opknopen, zodat hij wat dikker wordt. Echt een beetje de steek krijgt. Aardappelpartjes. Met schil vind ik zelf lekker. Doe er uitjes bij. En dadelijk allemaal op de bakplaat. Olijfolie gaat er daar overheen. Lekker mediterraanse rub. Die gaat op de varkensfilet, maar ook op de aardappeltjes. En een honing, mosterd, tijm, marinade, sausje-achtig iets. Die gaan we dus dadelijk hier maken als alles op de barbecue ligt. Ik ga bijna op het einde even met een kwastje eroverheen. En voor de rest wordt de marinade, wordt er eigenlijk saus, die leggen we erbij, gewoon te serveren, dat je kunt dippen. Dus laten we gewoon eigenlijk gewoon lekker aan de slag gaan. Ik begin gewoon met aardappeltjes, dat is denk ik het makkelijkste. Zo, even wat olijfolie eroverheen. En de mediterraanse rub. We beginnen met een klein beetje. Een beetje husselen. Nou, als dit mooi klaar is, dan kunnen we het verdelen over de plaat. Een beetje losjes verdelen, zodat dadelijk overal de rook goed kan komen. En dan de uitjes eroverheen. Maar goed, als je geen uitjes wil, of zoiets hebt van nou, zo verzot ben ik nou ook weer niet op uitjes. Kun je het gewoon weglaten natuurlijk, hè. Maar wil je er iets anders bij doen, noem maar wat champignonnetjes of kaas, dan doe dat alsjeblieft. Gewoon lekker maken zoals jij het lekker vindt. Maar aardappeltjes en uitjes vind ik trouwens persoonlijk een hele lekkere combi, dus. Kijk. Voor pas het niet wegschiet. Ja. Klein beetje olie eroverheen nog. En dan staat dit in ieder geval al klaar. Pak ik even een nieuwe slijplank en dan gaan we de varkensfilet beginnen. Zo. Kijk. Mooi stukje varkensfilet. Even kijken. Deze zeempjes, vliesjes, die gaan we even wegsnijden. En die snijden we weg omdat die zeempjes, die vliesjes, die worden taai en dan wordt het geheel niet lekker erop. Kijk, een beetje vet hier, dat is niet erg. Maar die vliesjes, die moeten wel weg. Tikken mooi. Dan gaan we naar midden snijden. Mooi verdelen.
En dan heb je mooie dikke steaks. Die we dan gaan opbinden. Nou, voor het opbinden ga ik slagerstouw gebruiken. Dus we gaan eens even kijken of dat een beetje fatsoenlijk lukt. Eén lusje, twee lusje, dan trek je hem zeg maar daarna strak. Kijk. Een beetje helpen. En dan doe ik bij die andere ook. En dan zien ze er vervolgens zo uit. Maak hem toch net even wat dikker. Mooi rond. En dan heb je je varkensfilet steak. Komt de volgende stap kruiden. En dat doen we met de Mediterraanse rub. Blijven we gewoon lekker een beetje in die sferen. Een mooie laag. Even omdraaien. Beide kanten goed hebben. De randjes rollen we er even doorheen. Alles wat er langs is gevallen. En dan staat hier alles klaar. Is het tijd om de barbecue aan te steken? Nou, de barbecue die ik vandaag gebruik is mijn Traeger. Dus even opstarten. Zet hem op 180 graden. Oei, we zijn er al. 180 graden indirect. Dat is best hoog, maar dat hebben die aardappeltjes nodig. Zo. Kijk, hier zit nog genoeg in. We gaan hem lekker op laten starten en dan gooien we daar alles erop. Nou, de Traeger is lekker op temperatuur. De spullen hier al neergezet. Kijk. Temperatuursensor in deze. Even wat ui. Schaal erop. We gaan varkensfilet tot 65 graden kern. En deze gaan we lekker laten roosteren. 180 graden. Dus ik denk dat deze rond 20 minuutjes, 25 minuutjes zullen die helemaal klaar zijn. En dan hoop ik eigenlijk dat die ook gelijk klaar is. Maar we zullen het zien. Nou, de barbecue buiten lekker aanstaat, gaan we hier beginnen aan de saus, namelijk de honingmosterd thyme saus. Wat heb je daarvoor nodig? Ik heb hier een halve eetlepel thyme. Ik gebruik even mijn mokje, dat is wel gemakkelijk. Even kijken, dan gaat daar de mosterd in, die ik nog open moet maken. Ja. Hoppa. Beginnen we met 3 eetlepels. Zo. En dan de honing. Verse imkerhoning. Die is. Zo. 1, 2. En nummertje 3. En deze gaan we gewoon even lekker vermengen tot één geheel. En dan gaan we proeven. En dan gaan we kijken hoe ver die is. En anders kunnen we eventueel nog wat meer honing of mosterd of thyme toevoegen. Even proeven. Oeh.
misschien een klein beetje honing. Nou, eens even een keer proeven. Heerlijk. Dit is hem. En gaan we weer terug naar de barbecue. Nou, de steaks zijn 60 graden kern. Ik heb ze net ook even omgedraaid. Kijk eens hoe goed dat eruit ziet. Even wat van de saus eroverheen. Smeren. Aardappeltje begint ook al mooi te worden. Heerlijk. Ik geef ze nog een paar minuutjes. En dan dit nog even een beetje husselen. Een paar minuutjes. Kijk, ik hou hem gewoon al door midden. En dan, dan mag het eraf. Nou jongens, hij begon te piepen. Kerntemperatuur was bereikt. En als ik dit zo zie... Dit is perfect. Oh, dit ziet er ook goed uit. Deze hangen we even hier neer. En dan gaan we eens even lekker smullen. Kijk eens jongens. Uit. Bah, gewoon lekker alles erop. Deze dadelijk erbij voor te dippen. Kijk eens. Klein beetje. Zo. En als mensen dan nog meer willen, kunnen ze gewoon lekker dip in de beker. Nou, even een vorkje erbij pakken. Even een touwtje weg. Zo. Die moeten we natuurlijk niet vergeten. Even een mooi stukje afsnijden. Oh, kijk eens. Perfect. Een aardappeltje erbij. Een grote hap, maar smakelijk. Oh, dit is echt lekker. Echt, Nog één hapje dan. Man. En dat was hij dan, die heerlijke mediterrane varkensvleessteak. Oh, met die aardappeltjes, die gekruide aardappeltjes en de uitjes. En het was echt een waar feestje op een bord. We hebben er net lekker van liggen te smullen, dus hij is 100% goedgekeurd hier. Dus aanrader om te maken. Nou, vond je deze video leuk? Heb je er wat aan gehad? Heb je er inspiratie uit gehaald? Vergeet natuurlijk niet om te liken. Daar help je deze video mee in het hele YouTube-algoritme. En wil je het kanaal steunen? Dat kun je het beste doen door te abonneren. En als je dan abonneert, druk dan ook op dat belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload. En dan ben jij er als eerste bij. En wil je me door de week volgen? Instagram, Facebook, TikTok, @NoskewBarbecue. Daar kun je volgen wat ik door de week een beetje uitspook. En verder kun je alles terugvinden op www.noskewbarbecue.nl. En op noskew.nl
de webshop, daar kun je de kruiden vinden, maar ook de Noskos-kruiden, handschoentjes die ik bijvoorbeeld gebruik. En daarmee steun je natuurlijk ook het kanaal, want ja, daardoor kan ik deze video's blijven maken. En Dennis en ik hebben ook nog onze barbecue-podcast Vurige Verhalen. Dus op www.vurigeverhalen.nl kun je alle platforms vinden waar je de podcast kan luisteren. Dus kun je door de week, als je lekker in de auto zit, kun je ook nog eens over barbecue... dan praten wij over barbecue en dan kun jij lekker naar barbecue luisteren, zeg maar. Dat is een beetje de insteek. Maar voor nu, ja, ik zou zeggen, maak deze thuis ook. En tot de volgende!